Hallo ballonvriendjes, vandaag gaan we weer een hele leuke ballon maken, namelijk een hartje met twee lieve duifjes. Oh, hoe lief. Wat heb je nodig om zo een leuke liefdesballon te maken? Een rode ballon, 260. Een witte ballon, 260. Onze ballonpomp. En een stift. Om te starten nemen we onze rode ballon. En deze gaan we helemaal opblazen. Laat een klein beetje lucht ontsnappen. Maak je ballon goed zacht. En knoop dicht. Hier heb je al een eerste keuze. Je kan kiezen om je uiteindes aan elkaar te knopen. En dan heb je één grote loop. Je kan ook kiezen om hier een kleine bubbel samen te draaien, waardoor je ook deze loop krijgt. Maar dan heb je hier nog de twee rode uiteindjes waar je mee blijft zitten. Dus in dit geval zou ik het hartje zo maken. In dit geval kan je kijken naar een van mijn vorige videotutorials waar je zo een hartje leert maken. Dan gaan we ons ballon in de vorm houden van een hartje. En dan gaan we onze ballon zachtjes kneden. Door deze ballon zachtjes te kneden en zo een beetje warm te maken, ga je uiteindelijk de vorm verkrijgen die je wenst. Zo. Dan heb je al een leuk hartje. Nu voor onze duifjes nemen we onze witte ballon. En deze gaan we opblazen tot ongeveer de helft. Want hiervan hebben we niet zoveel nodig. Dus ongeveer de helft. Dan hou je uiteindelijk nog een 7 tot 8 vingers over aan het einde. Knoop je ballon dicht. Maak je ballon opnieuw soepel en zacht. We starten met een 3-vingerbubbel. Gevolgd door nog een 3-vingerbubbel. Gevolgd door nog een 3-vingerbubbel. En deze gaan we dan samen verbinden met de vorige. Dan hebben we dit. Eigenlijk een beetje de start van het hoofdje van een hond. Nu komt het moeilijkste gedeelte. Dus knijp je ballon goed zacht. Maak opnieuw een 3-vingerbubbel. En deze gaan we door deze twee bubbels heen duwen. Dus trek ze een beetje open en duw je derde bubbel door de andere twee bubbels heen. Maak nu een ronde bubbel. En dan is je eerste duifje klaar. Nu, voor ons tweede duifje te maken, gaan we eigenlijk net hetzelfde doen als bij ons eerste duifje. Maar nu gaan we in de tegenovergestelde richting werken. Dus we starten met een ronde bubbel. Gevolgd door een 3-vingerbubbel. Gevolgd door nog een 3-vingerbubbel. Deze twee gaan we samen draaien. Maak je ballon goed zacht. Maak opnieuw een 3-vingerbubbel. Duw deze door de andere twee bubbels heen. En dan maak je opnieuw een 3-vingerbubbel. En deze gaan we dan verbinden met de andere bubbel die overgebleven is, zodat onze staartjes van onze duifjes mooi samen blijven hangen. Zo. Dan hebben we dit resultaat. Voilà. Zo.
De overstok hebben we niet meer nodig. Dus breek af en gooi weg. Knoop goed dicht. En dan hebben we eigenlijk onze duifjes klaar. Nu gaan we onze duifjes in ons hartje brengen. Dit doen we door onze duifjes gewoon in ons hartje in te vlechten. En dan heb je dus een mooi hartje met twee duifjes. En afwerken doen we natuurlijk door een beetje te tekenen. En dan kan je op je duifje de oogjes tekenen en eventueel nog een klein mondje. En dan heb je de twee leuke duifjes in het hartje. Ziezo, ik wens jullie hier heel veel plezier mee. Dit is een hele leuke ballon om aan je geliefde te geven met bijvoorbeeld Valentijn. Ik hoor dat net mijn gsm gaat, dus ik ga even mijn berichtjes beantwoorden. Ik wens jullie veel plezier met deze tutorial. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en graag tot een volgende video. Dag!